Ja, het is 11:02 en nou, we gaan van beginnen met de webinar. Welkom als allereerst bij de webinar Curtain Walls met eigen profiel maken in Revit. Ik ben Gideon Clarijs, ik ben Consulting Building Solutions en daarbij geef ik ook training in Revit en daarnaast ook AutoCAD. Nou, laten we gewoon lekker beginnen. Nou, dat heb ik net eigenlijk al verteld. We gaan een eigen profiel maken in Revit en in een curtain wall. Nou, voordat we beginnen is het heel fijn als jullie mute-knop uitstaat. Hè, met dat mooie rode streepje. Als het goed is, staat het al zo ingesteld bij jullie. Mocht dat niet het geval, graag even doen, want alle achtergrondgeluiden, die horen wij 10 keer ongeveer dubbel terug. En dat is eigenlijk niet de bedoeling. Deze sessie wordt ook opgenomen, dus mocht je later nog iets hebben van, hey, die Gideon die heeft dat verteld in die webinar, ben ik even vergeten hoe dat zit, dan zou je hem altijd nog kunnen terugkijken. Via onze website kun je zoeken naar webinars en dan kun je die terugvinden. Ga ik zo even laten zien nog. Graag de video mag je op stop zetten. Doen we niks mee. Dus je kunt hem gewoon uitlaten. Heeft u een vraag? Graag eventjes via de chat eventjes de vraag stellen met uw e-mailadres. Ik kan niet alle vragen in één keer beantwoorden tijdens de Zoom-sessie. Dus dan kunnen we u altijd nog later terugmailen met het antwoord. Dus als u dat wilt doen, heel graag. Oh, moet ik wel op het goede knopje drukken natuurlijk. Nou, voordat we echt beginnen met het webinar, ga ik jullie ook nog eventjes vertellen wie Cadex is. Wij doen al ongeveer 20 jaar, geven wij trainingen in CAD-programma's. Nou, in dit geval gaat het over Revit. We doen ook andere programma's. En dit doen we voornamelijk uit onze twee hoofdlocaties, Drachten hierboven. Is dat. En hier beneden ziet u Utrecht. Nou, voor de rest hebben we nog meer locaties. En daar kunnen we dan ook training verzorgen. We doen ook consultancy. Nou, wat houdt dat nou in? Als een bedrijf iets nodig heeft voor een bibliotheekbeheer of de workflow net even iets anders in Revit in dit geval. Dan kunnen wij langskomen en kunnen we dat voor u verzorgen. We zijn op verschillende werkvlakken, velden, zijn wij actief. De bouw en architectuur, werktuigbouw, installatietechniek en civiele techniek. Dus graag even uw microfoon uitzetten. Nou, deze hebben we net al gehad. Nou, wat is de agenda voor aankomend ongeveer half uurtje neem ik jullie mee hiermee. En dat is het aanmaken van een eigen curtain wall. Nou, hoe doe je dat? Een eigen indeling maken in een curtain wall. En een eigen profiel maken. Daar gaat het eigenlijk wel een beetje om, hè, vandaag. Dus de bovenste twee gaan we wat sneller doorheen dan de laatste. En daarna vind je nog een vraag en antwoorden. Nou, gaan we snel naar Revit toe. Die had ik al inmiddels opgezet. Nou, we gaan gewoon een nieuwe curtain wall maken. Ik ga naar mijn begane grond. En nou, een curtain wall is een vliesgevel. En we gaan vandaag ook een vliesgevel maken.
Zeker in de VO en DO fase, of misschien nog zelfs schetsontwerpfase, kun je een curtain wall gebruiken, ook misschien wel voor een heel mooi kozijn te ontwerpen. Gaat het naar een werktekeningfase, dan zou je echt wat meer detail in moeten kunnen voegen. We klikken op wall en onder je type properties vind je helemaal onderaan curtain walls. Nou, wij als Kadix hebben er altijd al een aantal in staan in onze template. Ik gebruik even het houten kozijn als voorbeeld. Daar klik ik op en nou ja, ik maak er gewoon eentje. Hop en hop. Nou, wat zien we nu? Ik kan ook gewoon, gewoon een rondje maken of een vierkantje, maakt me niet zoveel uit. We zien hier een curtain wall vanuit het begane grond. We zien hier ook een, in de 3D-fase, zien wij hier een aantal profielen. Nou, we gaan eerst eens eventjes kijken hoe kan ik nog zo'n mooie wand anders maken. Daar beginnen we mee. Ik selecteer de wand en ik ga naar Architecture. Hier vinden wij de curtain grid. En met zo'n curtain grid kun je gewoon allerlei nieuwe mooie profielen toevoegen. Een super handige functie. En je zou dat ook per veldje kunnen doen. Dus per segmentje. Moet wel even goed zoeken altijd. Als je zo'n stippellijntje vindt, dan kun je daarop klikken. Kijk, ik moet ook even gewoon goed zoeken. Kijk, hier komt hij in beeld. En dan kun je erop klikken. Dat zeg ik wel, moet hij het wel doen. Zo. Nou, die kun je natuurlijk gewoon weer op maat zetten. Net als als je een wand modelleert, zou je dat zomaar kunnen doen. Je kunt ook de voorrangen regelen. Dus hier gaat de stijl door. Wil je dat niet, kun je op dit kleine plusje drukken en dan loopt die niet meer door. Zo kun je dus een heel mooi kozijn maken voor in de basis. Je zou ook eventueel, als je hierop klikt in de 3D-fase, zou je ook hier op dit mooie knopje drukken. En kun je ook bijvoorbeeld de grids zou je misschien nog wel in een andere graden kunnen zetten. Weten veel mensen niet, maar het kan wel. Zoals jullie zien. Ik kan het zo gek niet maken of het kan. Superleuk als je wat vrij aan het ontwerpen bent, kun je dat gewoon doen. En ook hier in deze fase zou je gewoon je grid aan kunnen passen. Ik doe hem eventjes helemaal op. En die gaat dan ook gelijk met de schuinte mee. Nou, dit is dus eigenlijk best wel een leuk toeltje. Zo kun je een curtain wall aanpassen. Maar goed, nu willen we onze eigen curtain wall maken. Hoe doen we dat? Nou, eigenlijk net zoals een gewone wand. Ik doe even een paar keer Ctrl-Z, zodat we eventjes een mooi rechte toestand hebben. En ik klik die wand aan en ik zeg Edit Type. En dan krijgen we dit scherm te zien. En hier zie je een aantal leuke functies. We gaan hem eerst dupliceren. Dat doen we ook met een andere wand als we die zouden... een andere wand zouden willen hebben qua dikte of qua materiaal of nou, noem het maar op wat je maar wil. Je zou er altijd een duplicaat van moeten maken. Dus we dupliceren de wand en ik noem deze wand gewoon eventjes kort door de bocht vliesgevel. Vlies doe ik even met hoofdletters, dan kan ik hem eventjes goed vinden zometeen. Vliesgevel. Vlies. Nou, hebben we dat mooi
voor elkaar. En dan er komt er altijd een tweetje of een viertje of wat dan ook. Hoeveel duplicatie ook van dat basishoutkozijn heb gemaakt. Nou, ik zeg hierop oké. Okay. Nou, deze zie je nog hele mooie andere functies. Nou, dit als jullie een keertje een hele mooie gevorderde training bij ons gaat doen, wijken wij hier verder op uit. En dit vind ik wel interessant voor nu, want hier kunnen we dus onze profielen aanvinken, welk profieltje jij wil hebben. Nou, in dit geval zie je interieur type en dat zijn al deze verticale mullions, noem ik het maar ook gewoon. En aan de zijkant, dat is border type 1 en border type 2. In de horizontale gebieden vind je dat dus ook. Nou, ik ben nu hier helemaal eventjes tevreden mee, want ja, we gaan onze eigen profiel maken. Dus ik zeg oké. Oké, nou, er is niks gebeurd zoals je merkt, maar we hebben toch echt wel een andere vliesgevel gemaakt. Maar ja, nu komt het, nu gaan we een eigen profiel maken. Veel mensen denken, nou, dan gaan we naar een family maken, profile, en dan kan ik die mooi aan toevoegen aan mijn mooie curtain wall. Nou, als ik hier op edit type druk nogmaals, hebben we het over deze profielen. Maar ja, dat is toch net even iets anders bij curtain wall. En dan heb je echt een aparte... Sorry hoor, één moment. Dan heb ik ook een aparte family voor nodig. Daar gaan we dan naartoe. Ik ga eventjes naar file. Ik maak een nieuw en een nieuw family. Nou, ik moet even op English drukken. Zo. En nou ja, hier komt er een aantal van die mooie family templates. Balusters. Nou, dat is het allemaal niet. En, nou, hier zie je curtain. Een curtain wall. Nou, wat is dat dan ook? Dat is een paneel. Het staat hier gewoon achter. Dat hebben we niet nodig, hè, een paneel. Maar we hebben een profiel nodig. En hij staat gewoon onder profile million. Daar staat hij. En nou, die ga ik openen. Metric profile million. Die open ik twee keer. Ik krijg een klein vraagje. Eventjes. Kijk, mag ik een vraag stellen? Ja, dat mag, Vanja. Als jij je vraag stelt in de chat en met jouw mailadres erbij, dan zouden wij daar het kunnen beantwoorden. Nou, hier zie ik een aantal interessante reference planes. Zijn dit wel bekend van... een family bouwen. Nou, je doet eigenlijk ook gewoon een family bouwen, maar wel family voor een profiel. Nou, ik heb stiekem van internet een profiel afgehaald en die was van AutoCAD. Nou, die wil ik eronder leggen, dat wordt mijn onderlegger. Die ga ik binnenhalen. Onder de ribbon insert vind je hier een import cat. Nou, die gaan we dus ook gebruiken. Import cat. En ik ga naar het mapje waar ik dat neer heb gezet. Hier zie ik ook cat, vliesgevel. En ik zeg, oh, deze uit. En ik wil dit in black and white. En ik wil mezelf kunnen plaatsen. Open. Nou, ik heb hier een mooie vliesgevelprofiel van een leverancier van internet afgehaald. Die kun je meestal wel gewoon downloaden. En ik zie hier ook symbool vliesgevel. Als ik het aan heb. Nou, deze kan ik heel mooi roteren.
Dus als ik daarop klik, dan kom ik in mijn mooie modify scherm. En roteren. Dus ik roteer hem eventjes. Hop, gewoon 90 graden. En dat kruispunt hier, dat is precies in het midden waar zo'n mooie paneel binnenkomt. Dus wat wil ik doen? Ik verplaats mijn curtain wall hier netjes tussenin. En hij moet nog een keer verplaatst worden. Dan moet ik dat eventjes goed doen natuurlijk, hè, want dat wil ik dan ook wel. Move. Krijg ik net niet het midpoint te pakken. Ja, hier zie ik wel iets. Ik gebruik dit midpoint eventjes. Zo. Nou, dan staat hier heel mooi. En nou ja, hier heb ik nog helemaal niks aan, hè, want dit is gewoon een 2D tekening. Het is ook immers AutoCAD. Dus wat moet ik doen? Ik moet nu een profiel gaan tekenen. Nou, create. Hier vind je line. En die lijn, die ga ik gewoon maken. Je kunt hier ook pick lines doen. Dat kan. Noem het een nadeel. Je kunt niet twee profiles in één profile tekenen. Dus het moet altijd één stuk zijn. Dus dat ga ik dan ook maar gewoon doen. Ik gebruik gewoon even lijn als zijnde tekenlijn. Ik klik daar. Nou, ik ga even grofweg eromheen. En waarom doe ik dat? Ik wil zelf wel bepalen zometeen waar ik mijn profiel op neerzet. Nou, een stukje die kant op, een stukje die kant op, een stukje daarheen. Zo. Prachtig. En nu moeten ze allemaal naar dat mooie AutoCAD tekeningetje doen. Daar hebben we de allermooiste, machtigste, mooiste knop voor bedacht. Dat is Align. Align. En ik klik op dit profiel. Op al die lijnen moeten naar dat AutoCAD tekeningetje komen. Nou, hier zie je een rubbertje. Vind ik wel netjes als ik hem daarop zet. Want daar komt uiteindelijk het glas natuurlijk in. Ga ik het glas niet modelleren, geen panels. Dat vind je dus in de gevorderde training. En je ziet hier ook allemaal slotjes, zou je ook eventueel allemaal aan kunnen zetten. Doe ik nu eventjes niet vanwege de snelheid. Ik gebruik wel het profiel. Het rubbertje dat er iets buiten zit, vind ik helemaal prima. Zo. Nou, hebben we dit in ieder geval geregeld. Waarom doe ik dus niet de binnenkant? Nou, Revit heeft, zoals jullie waarschijnlijk al weten, een limiet van 0,8 mm. Nou, als ik dit ga opmeten, dan is dit veel en veel kleiner dan 0,8 mm. Nou, nu komt er een grote truc aan. Je zou deze family, die import symbool, dat AutoCAD tekeningetje, dus wel tevoorschijn kunnen halen. Nou, denk aan als je een detail zo meteen wil maken, dan kun je dat tevoorschijn krijgen. Nou, ik klik op dat symbooltje en hier bij visibility, dan moet ik altijd weer goed kijken welke was het. Nou, deze niet, daar kunnen we een parameter op zetten. Ik moet die edit hebben. Edit en dan zeg ik van nou. Zo. In de fijne toestand wil ik jou zien. Dan zeg ik op oké. Wat is nou de fijne toestand? Hier heb je natuurlijk de detail level. Nou, ik ben hier wel helemaal tevreden mee. Nou, normaal gesproken zou je dit natuurlijk heel netjes opslaan. Hè? Dus met onder een file en dan save as family en dan maak je daar een hele mooie NLRS underscore million, nou noem maar op, al die naamvoeringen.
Die krijg je bij onze basiscursus al te horen hoe je dat zou moeten doen. Maar nu vind ik het helemaal prima dat hij zometeen Family 1 heet. Nou, dus dat gaan we ook maar doen. En ik zeg helemaal prima en ik zeg ook gewoon load into project. Nou, dat gaan we doen. Ik klik erop, Gideon. Hop, load into project. Nee, je ziet het niet, maar hij bestaat toch echt wel. Hoe zien we dat? In onze project browser vinden we hier onderin, kijk, Family 2. Ik had al stiekem een keer een Family 1 gemaakt. Dus Family 2. En dat is wel gek, hè? Want we hebben net een million gemaakt, een profile million. Maar hij staat wel onder de categorie profiles. Maar ja, hierbovenin zien we wel rectangle million. Daar moet hij inkomen. Hoe doen we dat dan weer? Hè? Want dat, ja, dat is wel de bedoeling uiteindelijk. Nou, ik zie hier een mooi aluminium iets. En ik zeg rechtermuisknop. En ik zeg hier duplicate. Duplicate. En hier maak ik ook gewoon een mooie naam van. En ik noem hem gewoon even test. Test. Zo, test. Ja, maatvoering doe ik even weg. Moeten jullie wel doen, hè, als jullie iets heel moois, maar moois willen van maken. Nou, test. Oké, nou nu bestaat dit. Deze million ook in test, maar niet het goede profiel, kan ik jullie vertellen. Dus we doen hier rechter muisknop en we gaan onder type properties gaan we dus een nieuwe profiel eraan hangen. Iemand heeft zijn geluid aan net, als die uit mag heel graag. Dus hier vind je profile. En nou, hier kan ik dus mijn profiel zoeken die we net hebben gemaakt. En kijk eens, hier staat Family 2. Bij jullie heet die dan, als het goed is, iets van NLRS PR, profiel 31, aluminium, vliesgevel en dan een hele mooie maatvoering erachter. Maar bij mij heet die gewoon Family 2. Hartstikke fout, maar goed. Zo, Family 2. Ik vind nog meer leuke, interessante opties. Ga ik nu niet behandelen, omdat we dan uit onze tijd lopen. Heel simpel. Ik druk op oké. En nou, nu heb ik dus echt een echt profiel voor mijn hele mooie vliesgevel. Maar die moeten dan wel aan vast. Het enige, ik zou hem even op 3D zetten, is misschien wel iets mooier. Hè? Zo, hop. Dus eigenlijk zeg ik, nou, deze vliesgevel die ik net heb aangemaakt, vliesgevel, wil ik dus dat profieltje, die test, eraan geven. Nou, dat ga ik dan dus ook doen. Dus door Edit Type. Nou, en deze mooie profiles, die ga ik natuurlijk allemaal deze hele mooie test aangeven, want die heb ik net zelf aangemaakt. Nou, hier test. En dan zeg ik hier ook test. Moet ik hem even zoeken. Ctrl-C, Ctrl-V doet het ook. Dus ik selecteer het. Ctrl-C. Ctrl-V. Ik ben een luie moduleur. Dus ik zeg, hop, selecteer die bende. Ctrl-V. 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 Nou, dit is het. En als ik nu op apply druk, apply, moet ik wel op apply drukken, Gideon, en dan op oké. Hop. Nou, dan zien jullie hier dat ik mijn profieltje heb gemaakt. Dat is toch prachtig. En nou ja, wat ik al zei, hè, kijk, hier staat die onder fine. Kijk, als je een hele mooie detail zou willen hebben. Kijk, hier zie je dus hier zie je ons profiel. Maar zet ik dus mijn detail level op medium, dan is die weg. Nou, super fantastisch natuurlijk. Want als je dit in je DO of in je voorlopig ontwerp zet, is dit heel erg prachtig. Ga je er een detail van maken, zet je je detail level
uiteraard op Fine. En je hoeft dat ding niet meer na te tekenen, want het is er al. Nou, waarom heb ik net het profiel hier gewoon doorgetekend boven de rubbers? Want anders vind je hier een kleine opening en dat wil je niet. Dus nou, zo maak je dus eigenlijk een profiel aan binnen een curtain wall. En ook hier weer, hè, kijk, als ik dan weer op het 3D, kan ik gewoon weer een curtain grid aanmaken. Nu heb ik het eventjes gedaan met een vliesgevel. Dit werkt dus ook als je kozijnhout hebt of iets dergelijks. Want waarom zeg ik van, nou, dit kun je prachtig gebruiken voor zo'n mooie SO en DO fase. Nou, als ik hier even een spouwmuur pak, moet je niet doen hè, in het echt. Want dit is hartstikke fout ook, want BIM technisch gezien... moet je dit allemaal 3 lagen of misschien wel 4 lagen maken met je luchtspouw erbij. Nou, als ik dan nog een keer een curtain wall maak. Wall met houten kozijn. Gebruik eventjes. En ik zet hem hier in mijn... Mooi, dan moet ik hem wel aan de goede kant zetten. Zo. In mijn wand zet, dan moet ik hem iets meer naar binnen zetten, anders doet hij het niet. Altijd align. Zo, hop, ik align hem en dan maak ik er gelijk een gat in. En ook in je 3D vind je dat dus ook terug. Nou, dit soort dingen kun je dus natuurlijk gewoon ook weer vanaf de begane grond, je kunt hem weer een 900 mm er vanaf halen. En je kunt ook zeggen van, nou, niet up to eerste verdieping, maar unconnected. En dan kan ik hier ook zeggen van, nou, je moet 1 meter hoog zijn. Hey, ik doe nu wat, hè. Dus kijk, ik kan ook 1200 mm, is misschien mooier. Nou, en zo kun je dus gewoon heel netjes, hè, vormgericht, kun je dus heel snel een kozijntje maken. Dus dan hoef je geen window family te maken, geen rare fratsen erin te doen. En dan hierin kan je dus ook gewoon weer zeggen, curtain grid, hier one segment. Ja, dit werkt wel, hè. Dit is gewoon super, toch? Nou, dit is gewoon weer je hele eigen profiel maken binnen een curtain wall. Kijk hoor. Kijk, dan komen we nu toch echt. We hebben net een eigen curtain wall gemaakt. We hebben een eigen indeling gemaakt van een curtain wall en een eigen profile. Ja, nu komen we toch echt op het kopstukje vraag en antwoord. Dan ging ik net iets te snel. Oké, die ga ik zo beantwoorden worden van ja. Bij Maas, meerdere verdiepingen. Hoe kan ik de curtain wall makkelijk gescheiden krijgen over de verdiepingen? Ja, dat is een hele mooie vraag van ja. Die als jij je mooie mailadres achterlaat, kan ik die beantwoorden. Zo. Afronding, ik ga dit afronden, deze mooie webinar. Nou, dit sluit bij ons heel goed aan bij onze Revit gevorderde training. Daar leer je dus ook wel meer over de curtain wall. En dan leer je ook bijvoorbeeld deuren erin zetten, ramen erin zetten, andere kleurenpanelen. Nou, dat soort mooie opties krijg je dan van ons te horen en te zien. En daar ga je zelf natuurlijk ook weer heel erg hard mee aan de slag als je daarvoor aanmeldt. Nou, hier komt het nu, hè. Vraag en antwoord. Stel een vraag via de chat. We hebben eigenlijk ook helemaal geen tijd meer voor, want het is super snel gegaan de tijd. En
Graag eventjes op de chat. Jullie krijgen denk ik even 2 minuutjes daarvoor ongeveer om eventjes wat vragen in de chat te zetten. En dan kunnen wij per mail achteraf jullie mooie vragen beantwoorden. Dus gewoon via de chatfunctie in Zoom kunt u eventjes nu 2 minuutjes krijgen jullie de tijd om eventjes wat vragen op te stellen. En vergeet zeker niet je mailadres. En mochten jullie deze webinar nog terug willen zien, ik ga het jullie gewoon laten zien. Kun je via de... Oh, dan moet ik deze eventjes wat sluiten. Eén moment. Zo. Kijk, en hierbij onze website kadix.nl kunt u hier op zoeken drukken en hierbij webinars klikken. En dan komt natuurlijk, kijk, hier hebben jullie je ook aangemeld. Maar als je dan bijvoorbeeld iets wil weten, ook nog over Revit, is ook een superleuke webinar dit van mijn collega Bert. Nou, hier vind je lees meer. Nou, wil je hem nog een keer terugkijken? Dan kun je hier gegevens achter laten en dan krijgt u wat instructies over hoe je de webinar terug kunt kijken. Ik denk superleuk om dat een keertje te doen. Dat is een superleuke tool. Nou, ik denk, dit is een hele mooie webinar. Mocht je hem terugvinden, kun je dus via onze website hier nog eventjes aanmelden om terug te vinden. Hou ook onze YouTube-kanaal in de gaten, want daar hebben we ook nog wat oudere webinars op staan. En nou, als je op YouTube Kadix intoetst, dan kunt u daar ook op abonneren. En voor nu wil ik jullie graag bedanken voor jullie tijd. En ik hoop dat jullie hier echt iets aan hebben, zeg maar, in jullie werkvlak. Succes met alles en succes met Revit. En nou, misschien tot over een tijdje bij de gevorderde cursus. Tot ziens!